Waarom kan een vliegtuig nou eigenlijk niet door een aswolk heen vliegen? Daarvoor is het belangrijk om te weten dat een vliegtuigradar een aswolk ziet als een gewone wolk. De piloot wordt dus niet gewaarschuwd. Een gewone wolk is natuurlijk niet gevaarlijk, een aswolk wel. De as kan namelijk de motoren beschadigen. Dat komt door de hitte van de motor. Daardoor gaat het vulkaangruis smelten en dat kan zich dan weer vastzetten aan de binnenkant van de motor, die daardoor verstopt raakt en uitvalt. Daarnaast kunnen brandstof- en koelsystemen van een vliegtuig beschadigd raken en zouden de cockpitruiten erdoor gezandstraald kunnen worden, zodat de piloten niets meer zien. Asdeeltjes zijn bovendien elektrisch geladen. Ze kunnen elektrische apparaten aan boord van het vliegtuig beschadigen. Alle reden dus om de vliegtuigen aan de grond te houden zodat ze niet door de aswolk heen vliegen.